Hallo kus, het is vandaag. Nee, is het vandaag dinsdag of maandag? Oh my god, het is vandaag dinsdag 12 december en welkom bij weer een nieuwe Vlogmas. Ik had vandaag mijn examen aardrijkskunde. Het is nu trouwens 10 voor 11. Ik ben thuis nu. En ik had vandaag mijn examen aardrijkskunde en het was eigenlijk echt moeilijk. Ik vond het geen gemakkelijk examen. Ik heb wel alles ingevuld buiten. Twee dingen niet. Eén ding niet in het kruiswoordraadsel. Dat wist ik echt niet. En ook een paar dingen heb ik opengelaten, omdat daar. Ik zat precies al op de universiteit of zo. Dat als je een balken fout kleurde, dan kreeg je meer keuzevragen. En als je dan een fout balken kleurde, dat je minpunten kreeg. Dus dat er dingen afgingen in plaats van bijkwamen. Dus als ik het echt niet wist, dan heb ik het gewoon opengelaten. Ja, dan heb je gewoon niks. Dus dan kan er ook niks afgaan. Dus daar heb ik. Het gaat geen supergoed examen zijn, maar ook niet gebuist of zo. Allee, denk ik toch. Maar ja, we zullen wel zien met het rapport. En ik zit nu hier nog even op mijn laptop en ik ga nog een koek eten. Speculaasjes. Oh, jullie zien mij niet. Speculaasjes met chocola. Erg lekker. Dus dat ga ik nu doen en dan ga ik zobiet rond 10:45 beginnen met geschiedenis. Want ik moet vandaag geschiedenis doen en dat zie ik echt volledig zitten. Dat is niet veel, dat is niet zo moeilijk. Ja, dat zie ik gewoon zitten. Het is iets na 1 en ik zit boven en ik ben volop geschiedenis aan het leren. Want ik heb voor het eten, want ik heb net al gegeten samen met mijn broer, want die heeft morgen ook examen. Die had vandaag trouwens al zijn eerste examen. En ik ben volop geschiedenis aan het leren. Ik heb al anderhalve les geleerd, maar ik had maar minder dan een uur voor het eten. Dus daarom heb ik nog maar anderhalve les kunnen doen. En ik heb in totaal 6 lessen. Ik weet niet of ik dat al gezegd had, maar ik zit eigenlijk echt volledig zitten. Dus ik ga gewoon voortdoen nu. Hoe sneller het erin zit, hoe sneller ik aan mijn GP kan beginnen. Want GP moet ik ook nog doen vandaag. En dat moet echt vandaag. Altijd als je dus denkt dat het gedaan is met sneeuw, dan begint het gewoon opnieuw. Allee, nu doe ik precies of we zitten in een sneeuwstorm of zo, maar dat is totaal niet. Maar gewoon je denkt van na gisteren zal het nu wel gedaan zijn. Maar nu begint het gewoon terug opnieuw te sneeuwen. Het kan even goed zijn dat dat binnen 5 minuten gedaan is, hè, maar het is echt mooi. Ik hoop dat deze keer. Ja, nu zijn ze wel lekker. Mijn laatste vlog dat ik mijn mandarijntjes heb gegeten, dat was denk ik vlog van zaterdag, dus die deze zondag online is gekomen. Was ik mijn mandarijntjes aan het eten, die waren echt super vies. Maar deze zijn lekker, dus ik ga nu die opsmikkelen. Ik ben geschiedenis doen. Trouwens. Ik zit al in de helft. Het is 5:45 en ik zit al in de helft. Ik heb les 1, 2 en 3 gedaan. Dat had ik allemaal nog niet gemarkeerd. Ik moet nu 3 en 4 doen. Met 3 en 4 heb ik recent nog een redelijk recent, relatief recent. Toen zijn gehad en les 6 heb ik nog nooit moeten leren, maar dat is maar één pagina. Één bladzijde. Dus dat gaat echt wel goed lukken. Ik ga gewoon nu doordoen. Ik ga misschien het knallen.
Dus we hebben het net gegeten. Het is 6 uur. En ik ga nu nog werken aan mijn GP. Want ik heb daar eigenlijk nog. Ik heb daar wel de afgelopen dagen. Of afgelopen weekend al aan gewerkt. Maar nog nooit echt fatsoenlijk en deftig. En echt iets ineengestoken. Ik heb vooral ook altijd al ideeën gezocht. Maar nog nooit echt iets uitgewerkt. Dus dat is wat ik nu ga doen. Daarom ga ik ook niet trainen. Normaal ging ik trainen en dan kon ik daarvoor of ja daarna mijn geschiedenis nog eens herhalen. Maar nu ga ik dus niet trainen en aan mijn GP werken. Want ja, dat moest dus natuurlijk ook nog gebeuren. Normaal ging dat al in het weekend gebeuren, maar dat is een beetje uit de hand gelopen. Dus ik ga dat nu doen en dan daarna mijn geschiedenis nog herhalen. Morgen, daarna morgen mijn geschiedenis nog herhalen. Morgen vroeg ga ik weer om 6 uur opstaan voor geschiedenis te doen. Dus ja, let's go. Oh my god. Oh, ik heb even behoefte aan liggen. Oké, het is ongeveer 20 voor 9. En ik ben bezig van na het eten, dus van iets na 6 tot nu, dus 2,5 ongeveer, bezig aan geweest aan mijn GP. Ik heb schetsen gemaakt, dus ik heb getekend. Ik heb een heel stappenplan uitgemaakt voor mijn didactisch model. En ik ben er nog niet mee klaar. Ik moet er morgen en donderdag waarschijnlijk nog aan voortdoen. Dus ja, dat heb ik de afgelopen 2,5 uur nog gedaan. En nu ga ik even naar beneden 10 minuten. Eerst hier even alles opruimen. Want mijn bureau, ik weet niet, nou, het valt nog wel mee, maar het is toch een redelijk rommeltje en dat ligt vol gomsel en al. Dus ik ga dat nu even opruimen en dan ga ik, oh, ik ben helemaal niet gefocust. En dan ga ik daarna nog even 10 minuten beneden blijven. En dan ga ik terug naar boven komen om mijn geschiedenis nog eens helemaal te herhalen. Want ja, dat moet ik nog doen, want daar heb ik nog geen tijd voor gehad na het eten. Dus ja, ik heb alles 1 keer of ongeveer 2 keer geleerd daar straks voor geschiedenis. En nu heb ik die GP gedaan. Dus nu moet ik nog geschiedenis eens helemaal herhalen. Maar dat ga ik hier op mijn bed doen. Gewoon zitten op mijn bed en dan dat er wel op zeggen. En dan morgen vroeg weer opstaan om 6 uur om geschiedenis te herhalen. En dan terwijl ik naar school ga, dus in de bus en aan de ontbijttafel en zo herhaal ik dat ook altijd nog. Dus dat ga ik ook nog doen. Maar ik denk wel dat geschiedenis gaat goed komen. Dus ik ga nu naar beneden. Even opruimen naar beneden. Geschiedenis herhalen. En dan pyjama aandoen en slapen. Dus ja. Het zijn echt heavy days. Ik vind deze examenperiode echt zwaar. Sinds het derde middelbaar is dit denk ik wel mijn zwaarste examenperiode. Tot, ja, van allemaal geweest. Maar ja, het hoort erbij. En ik moet er ook aan toevoegen dat komt ook onder andere dat het zo zwaar is door dat eindwerk. Omdat dat komt er dan ook nog eens bij. En normaal kun je dan bijvoorbeeld vandaag alleen focussen op geschiedenis. Maar nu komt dat eindwerk er ook nog eens bij. En dat heeft de afgelopen maanden ook al eens aanwezig geweest. En dat is nog tot op het einde van het jaar. Miserie daarmee en dingen die je moet afhebben en deadlines en stress en gekte en bla. Maar het hoort er niet eenmaal bij, het is niet zo, dus je moet het wel doen. Maar het is gewoon niet zo fijn, omdat je dan niet 100% kunt focussen op je echte schoolwerk, op je echte vakken, echte examens, maar ook nog op die GP. En dat vind ik gewoon zo aanbetand.